Zaterdag 20 mei. We zijn te gast in ons polderbad hier in Stolwijk met niet zomaar een evenement wat hier plaatsvindt. Want we hebben auto te water, waterrijke omgeving hier in de Krimpenerwaard. Dus er kan van alles gebeuren. En naast ons Lavinia Slevenhoek. Lavinia, bijzonder goedemiddag. Ja, en een mooie dag, zeg maar zeg. Je staat er een beetje nat en beteuterd bij. Wat is er allemaal aan de hand? Wat is er gebeurd? Nou, we zijn aan het oefenen wat er gebeurt op het moment dat je met een auto te water raakt. Ja, wat is heel erg belangrijk. Hè? We wonen inmiddels in een waterrijke omgeving. Een prachtige omgeving ook trouwens, die Krimpenerwaard. Maar ja, er kan van alles gebeuren. Een auto kan te water raken. Het kan door eigen doen gebeuren. Maar ook vaak door derden. Want we zeggen altijd, we rijden zelf heel voorzichtig. Maar een ander of het weer kan altijd van invloed zijn. En dan? Ja, en dan gaat die auto en die gaat het water in. En wat dan? En hoe kom je eruit? Ja, juist wat dan. Hè? Nu hebben jullie eerst theorie gehad, zeg maar, hier in het polderbad van de stichting Auto te Water. Ze hebben alles deskundig uitgelegd. Want wat is nou stelregel 1 als je auto te water raakt? Ten alle tijde kalm blijven. Dat is eigenlijk stelregel 1. Want als je in paniek raakt, dan nadenken gaat dan ook niet meer. Maar goed, dat klinkt lekker, hè? Kalm blijven. Je zit er in die auto, je wordt nat, je krijgt natte voeten, je krijgt het koud. Je denkt maar aan één ding. Ik moet uit die auto. En dan? Ja, nou ja, dan is het toch proberen die rust terug te krijgen. En dan denk ik, eerst de gordel af, raampje open en naar buiten. Juist, en naar buiten. Maar goed, naar buiten gaat niet zomaar naar buiten. Want je kan een lifehammer hebben om het raampje open te slaan. Hè? Lifehammer moet dan aan het plafond zitten natuurlijk uiteraard. Hè? Want als die laag zit, waarom mag die niet laag zitten eigenlijk? Nou, als je laag zit en je slaat over de kop, dan hang je in je gordel. Ja, en dan als die leuk bij je knie zit, kom je er gewoon niet meer bij. Dus hij moet eigenlijk hoog zitten. En ondanks dat het niet mooi staat, maar moet hij eigenlijk gewoon hoog zitten. Want dan kan je erbij, kan je de gordel lossnijden. Want als je op zijn kop hangt, trek je die gordel ook niet meer los. Dus eerst lossnijden. En dan zorgen dat je je raampje intikt om eruit te komen. Ja, het is eigenlijk heel erg belangrijk, hè, dat zeker mensen in een waterruimte omgeving weten wat ze moeten doen als een auto te water raakt. Hè. Kalm blijven, je zei het al, blindelings handelen eigenlijk. Want hier in het zwembad, ons polderbad, hebben we natuurlijk prachtig helder water. Hè. Compliment aan het personeel ook dat het bad er weer keurig bij ligt. Maar in de werkelijkheid zie je helemaal niets. Nee, in een sloot zie je gewoon helemaal niets. Daarom kan je hier ook oefenen met een blinddoek. Dus je moet blindelings zorgen dat je gordel open doet en weet waar je raampje zit. En openmaken. Ja, en in dit geval, deze auto heeft een draairaampje. Nou, ik weet niet hoeveel auto's er nog een draairaampje hebben, maar dat zijn er niet veel meer. In alle andere gevallen is het de vraag, doet de elektronica het nog? Nee, zo niet, raampje inslaan. Op het moment dat je dan het raampje ingeslagen hebt, kunnen er nog wat scherven onderin zo'n raampje blijven zitten. Dus je moet altijd met je billen op het raampje en er zo via de voorkant uit. Niet op je buik schuiven naar buiten, want dat is geen goed idee. Altijd ruggelings naar buiten, dat is heel erg belangrijk. Terwijl we achter onze spetters voelden en de auto weer een keer te water ging en de personen er weer veilig uitkomen. Zeg, je hebt dat gedaan, je hebt het een paar keer gedaan. Maar ook als je achterin zit, hè? Want achterin een auto, 2 deurs, 3 deurs, 4 deurs misschien wel, of 5 deurs zelfs. En dan, als je achterin zit, wat doe je dan? Nou, dan probeer je eerst te kijken, sowieso is het wel verstandig om van je eigen auto te weten, kan ik er achteruit uit? Ene auto kan dat wel, maar lang niet alle auto's kunnen er via de achteruit uit. Dan zou je altijd naar voren toe moeten om eruit te komen, via dat voorraampje of je eigen zijraam. Dus communiceren met elkaar, maar ook kalm blijven. Want als je in blinde paniek over elkaar heen gaat, verstrengeld raakt in die auto, dan is er ook geen beginner aan, lijkt mij. Nee, want je kan niet met z'n tweeën door het raampje naar buiten. Dat lukt je misschien met een 4-jarig kind. Maar dat lukt je niet met een 12-jarige of wat dat betreft met een andere volwassene. Dus nee. Kijk wat er gebeurt. Nou, net zei ik zelf van ik ga wachten tot hij op de bodem is. En dan ga ik kijken of ik de deur open kan maken. Maar naast mij zat mijn dochter die zegt, mam, ik krijg de raam niet open. Nou ja, dan is het maar één ding. Dan ik eerst eruit en dan zij eruit. Juist, maar dan heb je ook heel goed opgelet bij die uitleg. Hè? Want het is altijd cool blijven, rustig blijven en handelen. En dat heb je eigenlijk gedaan op dat moment. En op dat moment is ook, want zij wilde dan uit. Dan heb je eerst de neiging om haar eruit te doen. Maar ik denk, dat is niet handig. Want dan moet ze over mij heen, raken we klem. Dus eerst blijven zitten, ik er eerst uit en dan kind eruit. Ja, nou kan je ook voorstellen, we hebben uitleg net gehad. We hopen het niet natuurlijk, we hopen dat niemand het overkomt. Maar dat er nog een slachtoffer achterin zit. Of een klein kind. Of iemand die bewusteloos is, zeg maar. Ja. En dan, je bent bestuurder, wat doe je dan? Nou, dan zou je gebruik moeten maken van het drijfmoment van die auto. Want die blijft ongeveer 1,5 minuut drijven. Is het eerst je eigen gordel los. En dan naar achter om die gordel los te krijgen van die kinderen. En dan in dat geval kijken, wat is het makkelijkst? Of je, als het een kleintje is, mee naar voren nemen en er zelf uit. Of maar als het een groter kind is, die bijvoorbeeld bewusteloos is, zou je via de buitenkant uiteindelijk met een lijfhermer via de buitenkant je kind eruit moeten gaan halen. Kijk, al met al, we hopen eigenlijk dat het nooit gebeurt. Maar goed, nu heb je kunnen oefenen. En wat zou het advies zijn voor jou, voor de mensen in een waterrijke omgeving? Blijf kalm. Weet wat je auto doet. Oefen dit een keer. Het is echt een aanrader om echt een keer te doen, voordat je weet wat er gebeurt. Want op het moment dat die auto ook hier van die schans af gaat, is het eerste wat je hebt, paniek. Water in die auto. Dus weet wat je moet doen. Kijk of je auto aan de achterkant open kan. En heb altijd een lifehammer in die auto binnen handbereik.
Oké, een heel belangrijk advies en ook heel erg belangrijk hier in een waterrijke omgeving. Raak je met je auto te water, blijf kalm, zorg dat je de middelen bij je hebt. En wie weet, oefen van tevoren. En dat kan allemaal bij de Stichting Auto te Water. En vandaag hier in ons polderbad natuurlijk de mensen die de kans hebben gehad om mee te kunnen oefenen. Als jullie met auto en al te water gaan, daar gaat hij. En dan zie je dat de auto toch nog op aardig drijfvermogen in de praktijk. 1,5 tot 2 minuten voordat hij echt zinkt. Deze auto hebben ze afgesteld op 30 seconden. En waarom? Nou ja, in de praktijk altijd paniek als je het water in rijdt. En nu zeg maar hier in het zwembad. Weet je wat er gaat gebeuren? Je zit voor in die auto, je weet dat je naar beneden gaat. Dus 30 seconden en dan zinken. Je ziet ook dat hij met zijn punt naar voren gaat zinken. Hoe komt dat nou? Het gewicht loopt voorin. Dus hij gaat zeg maar de motor op het zwaarste punt van de auto zinkt hij ook in het zwembad. Dus daar kun je ook altijd rekening mee houden als je met je auto te water raakt.